Het is hemelvaart, het is 2012 en we zijn hier aanwezig bij de Smith Cruise. Die plaatsvindt op het oostelijk Wad. En u ziet hier Coaster Orion, die de eilanden ballig opvaart richting oostpunt van Schiermonnikoog. En de oostpunt van Schiermonnikoog zal ik u nog even laten zien. Uit een mate aantrekkelijk geheel. Oh, daar hebben we Captain Chris. Oeh, aanvaring, katamaran. Nee, gaat goed. De eilandenbalg mondt uit op de oostpunt van Schiermonnikoog. En u ziet daar een ontzettend aantrekkelijke zand- en duinenpartij. En links daarvan is het Willemsduin. Aan de oostelijke kant. Die kunnen we nu eventjes... Nou, wellicht kunnen we die laten zien in het Willemsduin. Dat is even iets verder weg. Ja, het Willemsduin. Of zien we daar inmiddels een opstand die gecreëerd is? Ja, helaas. Dat is het baken van het Willemsduin. En dit is een inspectiehok. Waarschijnlijk van onze vrienden. Van de overheid die alles goed in de gaten houdt. We pennen even verder over de oostpunt van Schiermonnikoog. Het is droogvallend, het is afvallend water, afgaand water. Een enorme katamaran is daar waarschijnlijk onder het Simonszand doorgevaren. Wij kijken nog eventjes wie we hier allemaal hebben gegaan. Daar gaat Culver volgens mij. Daar hebben we de Pieterboot die daar langs vaart. Verderop hebben we Rupert Bear. Rupert Bear. De Reewijkse bemanning. Opstapper Diederik Brinkman. En schipper Pim Brinkman. En in de verte zien wij daar aankomen Coaster Ronan. Gisteravond ook zeer goed waarneembaar met een tricolor in de mast. En daar aan de achterkant is het laatste wat te plaats achter die buiten en kijk wat er dan gaat gebeuren. Voornamelijk het moeilijk om het zakje stil te houden is al gebleken. Het zou interessant zijn om even met de bemanning van deze katamaran te vragen of zij inderdaad onder het Simonszand door zijn gevaren. Coaster Ronan vaart achter de tree langs. Even kijken of we deze dichterbij kunnen halen. Leuk, ja. Bijna niet te zien is een radarreflector die semi-permanent aan de voorzijde van de mastband gemonteerd is. En daar vaart de rest van het eskader. En de Pieterboot. Snel als altijd, even zonder fok maar. Oh, wat een prettige geheel is dit. Maar ik moet niet laten afleiden door al deze prettige plaatjes. Want er moet zelf ook nog wat gedaan worden. En ik kan wel toegeven dat ik hier ontzettend achterloop. Als dit niet Antarctic is... Dan eet ik mijn hoed op. Maar waar is de prachtige longboot? Longboat Brave. Je moet echt blijven focussen, anders dan gaat hij de hele tijd uit beeld. Ik denk dat er
Longboat Brave. Daar in de zicht. Ja. Dit is Coaster Brandaan, het oostpunt van Schiermonnikoog. Smith Cruise 2012, hemelvaart. Stop.